Kenneth, we hebben eindelijk onze auto. We gingen normaal een Volkswagen krijgen, hebben we niet gekregen. We hebben nu zo'n Toyota gekregen. Een Toyota, maar het is wel echt een grave auto. Ik kan niet liegen. Dat is een mooi ding. Het is ook een hybride. Ja, jongen. En hier gaan we mee rondcruisen. Is echt een mooie auto ook. Moeten we ook maar eens naar het interieur kijken van binnen. Zeker als hem start. We hebben een goede GPS-systeem daar en zo. Dat is echt, echt een goede wagenske. Het is natuurlijk automatiek. Ik had om de schakelbak gevraagd, maar heb ik niet gekregen. Maar ja, who cares. Het rijdt vlot, het rijdt goed. Het is prima. Momenteel redelijk slecht weer, regen. We zijn onderweg naar Sant, naar een dorpje. Ah, maar de natuur, lekker toch? We zijn nog steeds onderweg naar Sant. Dat is ergens een klein dorpje helemaal in het westen, het zuidwesten van Noorwegen. Momenteel is Kenneth aan het rijden. Yes. Ik heb een goede 2 uur gereden, denk ik. Nu is het zijn een tour. Goed rijden. Het is echt... Het is nog 4 uur, hè? Ja, het is nog 4 uur rijden, maar het is echt slecht weer. Het regent hier echt super hard al heel de dag. Dus ik hoop dat we straks in Sant aankomen en dat het een beetje geminderd is. Want als wij die tent moeten opzetten in de gietende regen, dat gaat niet fijn zijn. Maar it is what it is. Let's go. Ik had het misschien nooit gedaan. Wordt dit wel nog uitgebracht? Ziet er iemand mij nog staan? Kom ik met een... Goed mannen, ik zit hier letterlijk in een short, in een t-shirt. Kijk naar buiten. Die sneeuw. Het is hier letterlijk 11 graden Celsius. 11 graden. Dat is echt koud, maat. Oei, doet de deur toch, yes? Nee, we gaan even uitstappen. Man, ik pak jullie mee. Geen stress. Ik pak jullie mee. Even naar buiten, zijn maat. Wow, joh, wat een uitzicht. Dat heb ik er voor over, zijn, hè. Goh. Check deze. Ongelooflijk. We zijn op ongeveer 50 minuutjes van onze bestemming. Even gestopt aan een waterval om te bekijken. En om naar het wc te gaan, een kleine pitstop. Wij zitten hier dus nu aan een bron. Kenneth is al helemaal naar beneden gewandeld. En je zou dus hier, dat staat hier op bord, dat je gewoon je drinken kunt vullen. Dat een natuurlijke bron is om je drinken te vullen. Het is hier momenteel al geen 11 graden meer, dat is al goed. Het is hier nu iets van een 16 graden. Dat is ietsje warmer al. Nog steeds wel fris nu. Het is ook avond aan het worden. Het is 6 uur. Dus... Oh, yo. Oh, maar ook de uitzicht gewoon. Ongelooflijk.
Yo! Ja man, maar dat is hier gevaarlijk. Proeft er niks van? Dat de ijskoud zijn, hè? En? Nee, dat is top. Approved? Ja, hè? Maar dat is ook gewoon super proper water, hè? We zijn aangekomen in het dorpje Sand. Dat lijkt mij een enorm typerend vissersdorpje hier. Noorwegen. Al die huizetjes hier aan het water. Van die oude vissershuisjes, vies allemaal, jong. Super ouderwetse stijl. Ook weer geen volk op straat. Is zelfs een begraafplaats aan, kleintje. Maar van 1832 gestorven. En zo van die dingen. 1961, dat zijn al serieus oude graven. Right, nu is mijn backpack ook klaar voor ze te gaan wandelen. En dan gaan we weer zitten in de broes. Ja. En kijken wat te eten, te drinken enzovoort. En te slapen. Het is hem toch niet geworden. We hebben super veel last gehad van dieren. En we hebben ook gewoon super veel last gehad van de ondergrond. Dus dat ging al niet om daar te slapen. Plus, ons vuurwerk niet. Toppers, echt waar. Right guys, het is ons toch gelukt om hier nog ergens een plekje te vinden om te kamperen. Ah, komt goed. Ik heb nog wat shit om te koken, zobiet. Ook al werkt het niet, we gaan proberen toch een kampvuurje te maken, maar dat mag eigenlijk niet. Boeien. En dan hier binnen, onze tent om te slapen. Nice. Right guys, we zijn nu al een stukje aan het klimmen met onze backpack helemaal in orde. Echt een vlogger hier, joh. Ja man, het is wel even met mijn iPhone, want ik kan mijn camera er niet helemaal liggen uithalen. Ik wou die niks zelfs niet meepakken. Maar we zijn eigenlijk een plekje aan het zoeken om te kamperen. Hier in de bossen. Maar hier is dat wel iets vinden. Eens kijken of we hier iets vinden. Ja, dat is een mooi uitzicht hierover, joh. Maar hier staat wel een hut. Dus hier kan ik mij niet meteen zitten. Die is ook voor mijn kak van dieren, dus hier lopen sowieso dieren rond. Kunnen we hier nog de rivier gaan oversteken, ook met al die backpack. Voorzichtig, hè, maat. Gewoon niet uitschuiven. Ja. Nu zijn we echt midden in de broes aan het stappen. Er is geen pad meer, niks. Dat stopt er hinterachter. Dus we zijn nu eigenlijk op zoek daar naar dat open plek. Om dan zo nog wat verder te gaan. Laten we eens kijken. Daar is een open plek, zie. Oh, daar. Ja. En dan... om daar wat meer naar boven te gaan, want we willen iets hoger liggen. Dat we ook een uitzicht hebben. Van naar beneden, als er iemand aankomt of zo, dat we dat allemaal gewoon in de hoog kunnen halen. Maar deze jongen moet ons zien waar we in stappen. Wordt vervolgd. Goed, we gaan hier proberen daar ergens tegen die rotswand te leunen om te gaan slapen. Allee, eerst om te eten en zo, maar dan hebben we tenminste wel een view, kijk. Machtig. We gaan onze tent hier zetten. Dan wel dat uitzicht, zou wel moeite zijn.